Hier zitten heel veel leuke plaatjes en inspiratie in die je kunt gebruiken in je bullet journal. Journalen is echt voor iedereen. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise en misschien ken je mij wel van mijn creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik weer een bullet journal video voor je. Ik ga aan de slag in dit toffe nieuwe bullet journal. En wat ik hier zo leuk aan vind, is dat hij niet alleen wit papier heeft, maar ook zwart papier en craft papier. En ik maak gebruik van nieuwe bullet journal scrapbooking boeken. Dat zijn deze twee hier. En hier zitten heel veel leuke plaatjes en inspiratie in die je kunt gebruiken in je bullet journal. Hou je nou net als ik heel erg van bullet journalen? Geef deze video dan een duim omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Voordat ik ga journalen wil ik je nog even de binnenkant van al deze boekjes laten zien. Ik begin met het bullet journal waar ik in ga werken. En zoals ik zei, het heeft dus drie verschillende kleuren papier. Zwart, van het bruine craftpapier en ook wit papier. En wat ik hier heel leuk aan vind is dat je op elk papier weer andere kleurcombinaties kunt toepassen. En in het begin van het journal heb je ook nog een boekje met inspiratie. Dus als je na deze video nog meer inspiratie zoekt, die zit dus bij dit bullet journal. En in die scrapbooking boeken, daar zitten dus heel veel leuke plaatjes in die je kunt uitknippen, die je kunt gebruiken in je bullet journal. Bijvoorbeeld deze plaatjes. Deze kun je gebruiken voor de maanden. Deze tags zijn ook heel erg leuk. Die zou je zelfs ook voor een cadeautje kunnen gebruiken. En dit zijn natuurlijk hele leuke plaatjes voor als je over een verjaardag gaat journalen. En beide boekjes hebben ook weer hun eigen thema, want het eerste boekje was heel kleurrijk. Dit boekje heeft net iets meer zwart-wit plaatjes. En wat meer grijs tinten. Hier wel wat kleur, maar dat zijn net iets donkerdere kleuren. Dit is ook handig, hè? Dan heb je gewoon meteen een maandplanner of een weekplanner. Dit hoef je alleen uit te knippen, op te plakken en je bent klaar. Ik ga zelf beginnen met het uitzoeken van een thema waarin ik wil werken. Er zitten zoveel verschillende leuke stijlen in dit boek. Ja, je kunt ze natuurlijk allemaal door elkaar gebruiken, maar ik vind het zelf wel heel erg leuk om een beetje dezelfde kleuren met elkaar te gebruiken. En bijvoorbeeld hiermee zou je een jungle thema kunnen doen. Ik zie heel veel bladeren op de achtergrond. En zoiets zag ik verderop in dit boekje ook. Even kijken. Ja, hier bijvoorbeeld. Dit is ook wel een beetje jungle thema. Dus dat zou je ook goed met elkaar kunnen combineren. Oeh, dit is ook heel erg leuk. En plaatjes zoals deze, die kun je juist heel erg leuk gebruiken als achtergrond. Om dan weer iets anders overheen te plakken. Zoals bijvoorbeeld zo'n weekplanner of zo'n to-do-list. Krijg je een beetje laagjes. Dat ziet er vaak heel leuk uit. Ik ga denk ik toch voor deze. En het lijkt me heel erg leuk om deze dan op dat bruine papier te gebruiken. Ik knip hem eerst gewoon een beetje grof uit. En dan kan ik hem zo meteen altijd nog mooi bijknippen. Ook deze wil ik wel gebruiken. Ik ga proberen de bladzijde eruit te scheuren. En dan ga ik deze tekst uitknippen. Ik denk dat dat wel heel erg leuk is op dat bruine papier. En ik wil ook dit hieronder afknippen. Ik denk dat dat wel leuk is om in de achtergrond te gebruiken. Dat is ook het leuke. Je hoeft het natuurlijk niet helemaal te gebruiken zoals het is. En je zou hem er ook mooi uit kunnen snijden. En dit bijvoorbeeld als poster kunnen ophangen. En je kan er juist ook weer stukjes afknippen. En het naar maat maken en naar jouw smaak maken. Deze bladzijden hebben wel een andere stijl. Maar qua kleur met die groentint en zo past het wel heel goed hierbij. Dus hier ga ik ook een plaatje van uitknippen. Ik heb inmiddels wat plaatjes uitgezocht. Die ga ik allemaal even op maat knippen. En dan ga ik eerst eens kijken hoe ver ik kom als ik de bladzijden daarmee invul. We kunnen er altijd nog leuke doodles bij maken. Of misschien washi tape erbij opplakken. Er is zoveel mogelijk. En ik ben ook wel benieuwd. Welke materialen gebruik jij het liefste als je bezig bent in je bullet journal? Laat het me weten in de comments hier beneden. Wat ik doe als ik al mijn materialen heb verzameld is kijken hoe ik het wil opplakken. Kijk, je kunt natuurlijk dingen over elkaar heen plakken, zoals dit. Maar je kan het ook in een andere volgorde doen. En ja, ik vind het altijd heel erg leuk om daar een beetje mee te spelen. En je kunt het natuurlijk ook maar één keer opplakken. Dus als het erop zit, ja, dan zit het vast. Dus ik ga altijd eerst even kijken hoe wil ik het neerleggen en daarna plak ik het pas daadwerkelijk op. En voor het opplakken kun je een makkelijke lijnstift gebruiken of dit dubbelzijdige plakband. Ik vind dit altijd heel fijn. Altijd als ik bij Action ben, dan neem ik hier een rolletje van mee. Ik denk dat ik het zo wel heb. Tijd om te plakken.
Deze strook was natuurlijk iets langer dan het papier is. En in plaats van dat ik het meteen op maat knip, plak ik het liever eerst op. Dan kun je daarna gewoon afknippen wat je te veel hebt. Dus dan weet je zeker dat je het niet per ongeluk scheef plakt of te kort knipt. Wil je er nou zeker van zijn dat je je plaatjes recht plakt? Kijk dan even goed naar het stipjespatroon in je bullet journal. Elke bladzijde heeft het, of het nou de witte bladzijden zijn, deze bruine of die zwarte. Je kan gewoon goed kijken naar die stipjes en dat als richtlijn gebruiken om je plaatje op te plakken. Dan weet je zeker dat die recht is. En wat ik het leuke vind aan bullet journalen is dat je het eigenlijk op elke manier kunt doen. Dus of je het nou echt als dagelijkse planning wilt gebruiken, of meer als een geheugensteuntje voor de dingen die je nog wilt doen. Of ja, noem maar op. Het kan op elke manier. Het kan precies zoals jij het leuk vindt. Nou heb ik eigenlijk hier iets te veel ruimte overgelaten. Waardoor ik hier bijna geen ruimte meer heb. Nog net een klein stukje. Maar dat vullen we zo meteen wel op. Je zou bijvoorbeeld ook trackers in je journal kunnen maken. Daarin kun je bijhouden hoe vaak je bijvoorbeeld sport. Of dat je goed slaapt. Of misschien wil je bijhouden wat je wanneer gaat eten, een meal plan. Of misschien vind je het gewoon leuk om de bladzijden mooi te versieren. Dat is natuurlijk ook helemaal goed. Je kunt journalen op je eigen manier. Hier heb ik dus per ongeluk iets meer ruimte overgelaten dan aan deze kant. Dus het lijkt een beetje uit balans. Ik heb dit plaatje expres al een beetje zo daarheen gebracht. Dan krijg je net even iets meer balans terug. Maar ik pak gewoon ook mijn handige fineliner erbij en ik ga een beetje doodelen. Ik vind dat zelf heel erg leuk, gewoon kleine, simpele tekeningen maken in mijn journal. En omdat we een beetje een jungle planten thema hadden, leek het me wel leuk om een beetje bladeren te gaan maken. Ik probeer zelf een beetje af te wisselen tussen grote bladeren en kleine bladeren. Dat ziet er vaak al heel leuk uit. Ja, het is eigenlijk een heel simpele vorm met daarin streepjes. Ik teken een lijn. Daar maak ik een beetje een soort druppelvorm overheen. Zo. En vanuit de middenlijn trek ik die strepen. Dan zou ik je een blad. We kunnen ook wel een Monstera blad maken. Die zijn iets groter. Daarmee begin ik eigenlijk altijd met een soort grote hoek. Hoe noem je dat eigenlijk? Een wat grotere vorm. Helemaal tot ik boven ben. En vanaf dit punt maak ik eigenlijk diezelfde vormen weer naar beneden. Dus ik kijk nu heel goed naar wat ik aan deze kant al heb gemaakt. En dat maak ik eigenlijk in spiegelbeeld weer na. Het lijkt een beetje op puzzelstukjes, vind je ook niet? Nou, soms is het ook wel lastig om die vormen uit te leggen. En dan is het gewoon een kwestie van goed kijken en het zelf een keer proberen. Dan maak ik het zo na, ik weet het zeker. En hier maak ik ook nog een aantal van die andere bladeren. En dit soort doodles zijn natuurlijk dé perfecte oplossing om de laatste beetjes ruimte op je bladzijden nog in te vullen. Stel je voor als je net niet genoeg plaatjes kunt vinden, of je weet niet hoe je het anders moet invullen, dan zijn doodles altijd je beste vriend. En mijn lievelings handlettering truc aller tijden, deze heb ik je al vaker laten zien. Maar dat is eigenlijk gewoon in lusletters schrijven. Dus ik ga nu this week in lusletters schrijven. Zo, af en toe een beetje zo'n mooie krul aan het einde van een letter. En de truc is om elke lijn die we zojuist naar beneden hebben gemaakt, die gaan we even iets dikker maken. Dus deze lijn die liep omhoog, maar vanaf hier loopt die naar beneden. Dus hier maken we hem iets dikker. Totdat hij weer omhoog gaat. Dan stoppen we met de extra lijn. Gaan we de lijn volgen omhoog. En als hij weer naar beneden gaat, dan maken we hem weer wat dikker. Maar hier gaat hij weer omhoog, dus daar doen we niks. En vanaf dit punt, hier zo bij de H, gaat hij weer naar beneden. Daar maken we hem dikker. Zo maak je dus alle lijnen dikker. En we bootsen hier eigenlijk het effect na wat je krijgt als je met een brushpen gaat handletteren. Maar heel eerlijk, dit is stiekem net even iets makkelijker. En het ziet er net zo leuk uit. En het handige is, dit kun je gewoon met iedere pen, stift of potlood doen die jij maar in huis hebt. Je zou het zo kunnen laten. Je zou het ook kunnen inkleuren. Maar wat ik doe is, ik ga het invullen met hele kleine streepjes. Ik heb zojuist nog een Monstera blad getekend. Net even iets groter dan die we eerder al hebben gemaakt. In de natuur is elk blad ook niet hetzelfde. Nou, in mijn tekeningen dus ook niet. Dat vind ik zelf wat mooier. Zo heb je iets meer variatie. En nu wil ik dit washi tapeje nog gebruiken. Deze komt uit een setje van 6, ook verkrijgbaar bij Action. En ik vond het wel leuk om deze te gebruiken, omdat die roze is. En we hebben natuurlijk her en der al een beetje roze in ons journal. En ook je washi tape plak je mooi recht door hem op de stippellijn te plakken. En aan de zijkant, daar knip ik hem gewoon af.
Dit tapeje komt uit dezelfde set. Die ga ik ook nog gebruiken. Dit is hoe mijn spread is geworden deze keer. Ik vind hem weer super leuk. En ja, het is gewoon hartstikke makkelijk. Je kunt een aantal plaatjes hier uitknippen. Een beetje washi tape, een beetje fineliner en je bent zo klaar. Journalen is echt voor iedereen. Ik hoop dat ik je ook deze keer weer heb kunnen inspireren met een aantal ideeën die je kunt toepassen in je bullet journal. En ik ben ook benieuwd, welke van de bullet journal scrapbooking boeken vond jij nou het leukste? Deze blauwe met bloemen variant of deze zwart-wit craft variant? Laat het me weten in de comments hier beneden. Lijkt me leuk om je weer terug te zien bij een volgende Action DIY. En wil je geen enkele video missen, abonneer je dan op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!